En dat was dan André Hazes. Een beetje verliefd. Ja, nee, dat is iets heel anders. Aan de telefoon weer iemand. Met wie spreek ik? Goedenavond, ik spreek met Martin van der Harst uit Ermelo. Dag, Martin. Ik wou mijn mening geven. Dat mag. Om 7:10 deed ik mijn radio aan. Ik heb wel vaker naar uw programma geluisterd, naar Ralfage. Ja. Nou, in het begin vond ik het niet te veel aan, maar later dacht ik, nou, het is een leuk programma. Ja. Nou, en nu hoorde ik ineens dat de actievoerders binnenkomen. Ja. En dat ze jullie zo zitten te bedreigen. Nou ja, van mijn kant vind ik dat erg schandalig. Het is niet meer onbeschoft natuurlijk. Ja. Jij kunt nog vrij uitspreken daar. Ja, ik begrijp het best hoor. Jullie zitten ontzettend moeilijk. Jullie kunnen het niet veel zeggen. Ja, het probleem is dat we alles wat we zeggen een beetje af moeten wegen. Want ja, er wordt toch iedere keer weer voel je die hete adem in je nek, zeg maar. Maar jij bent... mag ik nog wel even je mening weten over of Ralfage moet blijven of niet? Nou, kijk, voor mij mag Ralfage best blijven. Maar op deze manier? Wat was dit? Ik dacht de Rolling Stones, maar daar kan ik naast zitten. Goed, maar dat doet er niet toe. Er is enige soepelheid opgetreden, luisteraars, in de houding van de bezetters. Jij hebt net een plaspauze gehad. Ja, maar de soepelheid is het volgende. Om toch nog wat vooruitblikken te krijgen, heeft Tom Brom, die ook gegijzeld is, gelegenheid gekregen om Mark Stakenburg, de maker van het nieuwe programma wat in de plaats zou komen van Ralfage, te interviewen. Dit waarschijnlijk om de luisteraars een indruk te geven van wat er verdwijnt en wat er gaat komen. Ik moet opschieten nu. Er volgt nu een interview van Tom Brom met Mark Stakenburg, de nieuwe presentator van het programma Krachtvoer. Volgende week is het dan zover. Als het goed is Ralfage dan weg. Maanden geleden is er een advertentie gezet. Sollicitatieprocedures zijn er geweest, veel gewik en geweeg. En eindelijk kunnen we je voorstellen aan de nieuwe man, die vanaf volgende week het geluid zal gaan bepalen. Ik ben Mark Stakenburg. Sinds mei ben ik in dienst bij de KRO. Als programmamaker, radio, Hilversum 3. Hoe is Mark aan deze benijdenswaardige positie gekomen? Een advertentie gelezen in de krant. En daar maar eens op geschreven. En de ene sollicitatieprocedure naar de andere. En al met al heeft het 2 maanden geduurd. En toen was ik er ook nog. Heb je een idee gehad hoeveel mensen er gesolliciteerd hebben op de advertentie? Er is me verteld 661. Ongelofelijke bergen. Maar ik denk dat niet alleen
mensen zijn die, ja, laten we zeggen, daar de juiste achtergrond voor hebben. Maar ook een heleboel mensen die dat fantastisch vinden zonder meer om bij de radio te werken. Bijvoorbeeld omdat ze gek zijn van muziek en dan denken, nou, laat ik dan ook maar bij de radio gaan werken. En ik denk dat je, of tenminste dat de KRO, net iets meer zocht dan mensen die alleen van muziek gek waren. En toevallig had ik dan ook nog een journalistieke achtergrondje. Ik heb 3 jaar school voor journalistiek gedaan in Utrecht. En een jaar als freelance journalist gewerkt. En ook bij de radio. Inderdaad, voor maar 1 persoon was deze baan weggelegd. De doorslag. Nou, er zijn een paar toevalligheden. Een doorslagje kan zijn geweest dat ik heel toevallig een keertje Vincent van Engelen geïnterviewd heeft. Dat was toen ik nog op de school van journalistiek zat en voor het blad van de school een interview met hem maakte. En dan na 3 jaar school van journalistiek en heb ik nou 1 jaar of 8 drive-in discotheeks gedaan. Dus ik denk dat ik naar beide kanten wel wat ervaring had, zowel met journalistiek als met muziek. En die combinatie zag je zo'n heel z'n 3. Heeft Mark hobby's? Hobby's en werk loopt een beetje in elkaar over. Ik vind het nog steeds ontzettend aardig om naar popconcerten te gaan. En dat zou je een beetje ook wat iets te maken heeft met je werk kunnen noemen. En ik vind het ontzettend aardig om zoveel mogelijk kranten te lezen. En dat heeft ook te maken met je werk. En ik vind het aardig om met mensen te praten. Het valt ook wel onder je werk. Wat is Mark volgende week eigenlijk van plan? Tijdens de sollicitatie is mij gevraagd wat ik zou willen doen. Is gevraagd, wil je plaatjes gaan draaien of wil je itempjes gaan leveren? Wat had je zelf gedacht? En toen heb ik gezegd, nou, plaatjes draaien, dat lijkt me dus bijzonder vervelend worden na 10 keer. Ik wil altijd wel wat journalistieks bij blijven doen. Dat is een soort programma als rouwfase, dat vind ik ontzettend leuk. Er zitten dingen in die ik aardig vind om te horen. Ik vind het een leuk programma, er wordt goede muziek gedraaid. Iets in die stijl wil ik graag gaan doen. En toevallig is dat voor hun heel erg goed uitgekomen, omdat Hans al ruim van tevoren, daarvoor al te kennen had laten geven te willen stoppen met rouwfase. Vanaf 7 oktober, van 7 tot 9 s'avonds, in plaats van rouwfase gekrachtvoerd. Daar speel ik de rol van presentator, de samensteller van het programma. Het wordt, ik denk als je een programma moet noemen wat er het dichtst bij ligt of zo, dat je dan wel bij rouwfase een hele tijd in de buurt komt. Alleen Hans zit er niet meer, wat wel een heel bepalende factor is. Maar de soort muziek krijgen ze wel en de soort informatie krijgen ze ook. Het zal wellicht een tijd duren voordat ze dezelfde, genoegen kunnen beleven of gewoon eraan zijn dat niet meer rouwfase er is, maar krachtvoer. Maar we willen ze met elk programma wat opnieuw begint. Op de vraag van onze kant hoe oud Mark is, haalt Mark diep adem en antwoordde: 24. Het was vreemd om op woensdag al om 7 uur naar bed te gaan. Ik was gewend om op woensdagavond wat te doen te hebben, maar dat was voorbij. Dus kroop ik maar in mijn twijfelaar. Hoewel ik niet gewend ben om zo vroeg in mijn bed te liggen, viel ik meteen in een diepe slaap. De totale inktzwarte duisternis maakte langzaam plaats voor een roodachtig licht.
alsof de zon aan het opkomen was. Vreemd genoeg had ik het gevoel dat ze onderging. Ik keek om me heen. Het was een glooiende vlakte waarop ik me bevond. Een vlakte die bezaaid was met gloeiende as, nog rokend van de enorme hitte waaraan ze blootgestaan had. Tot aan mijn enkels in de as zag ik de resten van verbrande bomen om me heen. Resten die zich helder aftekenden tegen de berookte lucht. De adem stokte in mijn keel door die rook. Een snijdende rook die iedere zuivere lucht verdrong. Ik voelde me verlaten door alles en iedereen. Alsof God de wereld vernietigd had. Alsof de bom haar werk vroegtijdig en hardvochtig had gedaan. Zo zag de omgeving eruit. Mijn bevattingsvermogen was dood. De zin van mijn leven ook. Iemand had alles vermoord. Zou ik de enige overlevende zijn? Ik keek om me heen, maar zag niets dan de dorre vlakte die zich schier eindeloos uitstrekte. Het leek een eeuwigheid, maar toch zag ik opeens aan de kim een silhouet verschijnen van een langzaam door de verbrande resten sloffende mens. Het stof dwarrelde op bij iedere stap die hij zette. Ik realiseerde me dat dit misschien de laatste mens zou zijn die ik zou zien of zou horen. Het silhouet naderde langzaam en van een afstand hoorde ik het hoesten en kuchen als hij de zo kostbare lucht tot zich nam. Hij naderde met een langzame, maar zekere tred. En na een halve dag lopen begon ik een gezicht in de mens te herkennen. Zou het een vriend zijn? Zou deze mens mij antwoord kunnen geven op de vraag die me zo kwelde, namelijk het grote waarom? De mens die mij kon verklaren wat de zin was van dit einde. Eindelijk was ik zo dichtbij dat ik zijn gezicht kon onderscheiden. Het kalende hoofd, de grote neus, de niet geheel evenredig verdeelde oogopslag. Ik had niemand beter kunnen tegenkomen. Hans Wijnands. Ik zag hem. Verzamelde moed. En lucht. Mijn kracht werd verzameld in die ene vraag. Hans, waarom? Hij zweeg. Het enige wat hij deed was me aankijken, met een blik waarin melancholie en droevenis gebundeld lagen. Hans, waarom zo? Geen antwoord. Alleen die blik. Toen ik wakker werd, keek ik naar het behang. Rouwfase. Of a moment lost till the end of time. It's the evening of another day and the end of mine.